Ja, als wij terugkijken naar de stijl, dan voor mij is het echt een periode die je vooral leert op de Design Academy uit de boekjes. En wat ik de laatste tijd vooral merk en wat ook opvalt, is als je dan naar bijvoorbeeld zo'n Design Miami Basel gaat, dat die stukken het echt heel goed doen, nog steeds. Je hoeft dat dus niet te bestuderen, dat zit een soort in je DNA, denk ik, als Nederlands ontwerper. Maar het is natuurlijk bovenal een hele belangrijke periode, je kunt er niet omheen. Het zit natuurlijk voor geen meter, ja. Maar het ziet er wel heel mooi uit. Ja, nou ja, het is natuurlijk wel een kunststroming, maar dan moet je heel eerlijk kunnen zijn, die rietveldstoel, dat zit natuurlijk niet heel prettig. Maar dat maakt nu ook niet meer uit, je gaat er ook niet meer op zitten, dat is niet de bedoeling in ieder geval. Dat is zonde van het werk. Als je naar de opbouw van het werk kijkt, is het natuurlijk heel geometrisch, heel strak, heel primair, hè? Kleurgebruik natuurlijk, dat rood, wit, blauw, zwart. Eigenlijk heel streng ook. Wij zijn veel losser, ons werk is veel zachter. Dat zie je hier aan deze roze kannen. En daarachter weer de lichtblauwe. Dus wij gebruiken eigenlijk nooit een 100% harde kleur, zoals we dat noemen. Er ligt altijd een laag van hout overheen of een patroon onder. Wij gebruiken nooit één rood. Of een, sterker nog, wij gebruiken nooit een vaste kleurstelling. We kijken per situatie wat die kleuren doen. Alleen de overeenkomst is wel degelijk, als je kijkt naar het werk van Piet Mondriaan bijvoorbeeld, dan zie je dat hij alles afgeplakt heeft met tapejes en daar weer overheen. En die manier van werken, dat is precies de ateliermanier van werken, dat doen wij nog steeds. Dit kon zomaar een werkje zijn uit zijn stijlperiode, maar dit is een proef, ja, tegel eigenlijk, uitvergroot, waar we testen wat al die verschillende kleuren, glazuur, met elkaar van kleurcombinatie opleveren. Dus ik moet zeggen, dit is wel een van de grootste vergelijkingen met de stijl die zou werken. Alleen is hij heel gelaagd geworden. Maar hier zie je dus dat een groen met een rood, of een groen met een zacht groen, of een groen, hier is groen met rood of pink, en dan hier groen met groen, die geeft weer een nieuwe laag. En die combinaties, dus die waar wij een kruisje omheen hebben gezet, die vinden we blijkbaar mooi. En die hebben we dan weer gebruikt voor het ontwerp. Wij zijn echt ontwerpers. Tuurlijk willen we dat een product er goed uitziet en dat je erdoor aangetrokken wordt en dat je ernaar kan blijven kijken. Maar het moet ook functioneel zijn, want je moet er wel water in kunnen doen en de bloemen moeten erin kunnen staan als het een vaas is. Of je moet er gewoon lekker in kunnen zitten. En dat kregen we nu ook als compliment, maar dat is denk ik, vinden wij heel gek voor een ontwerper, dat ze dan zeiden, goh, jullie bank zit echt lekker. Ja, tuurlijk moet een bank lekker zitten, want daarom koop je een bank. Maar goed, dat is dus blijkbaar niet zo normaal. De stijl is begonnen vanuit een verandering teweeg willen brengen. Dat is natuurlijk de hoofd, die kunst moest anders. En wij hebben dat eigenlijk ook gedaan. Want wij zijn natuurlijk opgegroeid in een droogdesignperiode. En wij waren geen droogdesigners. En er was geen alternatief toen de tijd. Maar wij willen werken met de industrie. Waren we natuurlijk wel opgeleid om conceptueel te denken. Dus het was niet zo, je doet maar wat en dan hoop je dat het in productie komt. Nee, je wil dat ook een mooi verhaal bij hebben. En zo zijn we eigenlijk helemaal gaan focussen op dat kleur. Want ja, dat kleur, dat was echt, dat werkte gewoon heel goed. Dat past heel goed bij ons, dat voelde heel dichtbij. En we zijn nu eigenlijk pas aan het specialiseren. Zo moet je het eigenlijk zien.